Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Oké, voordat ik deze video begin, even iets. YouTube heeft besloten dat ze beter weten wat jij wilt zien dan jij. Dus hun willen nou gaan bepalen voor ons wat wij willen zien. Dat betekent dat ook al ben je geabonneerd op mijn kanaal, die video's niet altijd in jouw abonnementenlijst zullen staan. Ik heb ook al een aantal berichten gehad van meiden die zeiden waarom zie ik jouw video nu pas, dit, dat. Dat komt dus omdat YouTube dat zo heeft ingesteld. Dus als je zeker wilt weten dat je mijn video's altijd meteen ziet als ze worden upgeload, klik dan op het belletje bij abonneren. En zo laat jij zien dat je oprecht geïnteresseerd bent in mijn video's en ze er gewoon altijd bij wilt hebben staan. Doe je dit niet, dan zul je niet altijd mijn video's gelijk zien zodra ik ze upload. Echt super irritant dit is. Verpesten ze Snapchat en nou gaan ze YouTube verpesten. Als je toch gewoon bent geabonneerd op mijn kanaal, wil je het toch gewoon zien? Dat laat ik weten dat ik het wil zien. Ik ben toch niet geabonneerd voor niks? YouTube. Maar in ieder geval, klik op het belletje. Vandaag een hele leuke video die ik echt al maanden geleden wilde maken, maar er maar niet aan toe kwam. Nou ben ik er wel aan toe gekomen en ik denk dat veel van jullie dit soort video's heel erg leuk vinden. Tenminste, ik persoonlijk vind dit soort video's heel erg leuk om te kijken, want ik bespaar er altijd heel veel geld mee. Zoals in de titel staat, dit is een dupe video. Ik heb de ene helft van mijn gezicht gemaakt met betaalbare make-up en de andere kant met high-end dure make-up. Nou kun jij zien welke kant high-end is en welke kant betaalbaar is. Ik moet echt eerlijk zeggen, als ik het niet zou weten, zou ik het denk ik niet zien. Nou, ik zal het maar verklappen. Deze kant is high-end, deze kant is betaalbaar. Er zijn een aantal dingen waarbij je wel het verschil kunt zien, maar die zie je allemaal in de video en daar leg ik ook gewoon alles uit. Dit soort video's kosten me altijd veel geld, tijd en energie, dus vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Dat zou heel fijn zijn. Vergeet me ook vooral niet te volgen op Instagram en Snapchat. Op Instagram plaats ik ook heel veel make-up tutorials, mini make-up tutorials. Dat is ook wel leuk om naar te kijken, aangezien ik op mijn YouTube kanaal niet heel veel make-up tutorials... Aangezien ik op mijn YouTube kanaal niet heel veel make-up tutorials plaats. Ik doe hier meestal reviews en dat soort dingen. Dus als je ook leuke tutorials wilt zien, volg me dan vooral op Instagram. Maar dan kunnen we nou snel door naar de video. Nou, we gaan beginnen. Ik heb niks op mijn gezicht. Ik heb mijn wenkbrauwen gedaan. Ik heb mijn ogen afgetaped en ik heb mijn ogen geprimed. Meer niet. Nou, aangezien dit een dupe video is, zal ik ook wel een dupe stellen voor mijn wenkbrauwen. Ik gebruik altijd de NYX Brow Pencil en dit is een goede dupe voor de Benefit Brow Pencil. De Benefit Brow Pencil is 30 euro en de NYX Brow Pencil is 10 euro. Dus dat is 20 euro verschil. Nou, ik heb mijn ogen al helemaal afgetaped en geprimed. Dat betekent dus dat we eerst met de ogen gaan beginnen. Voor de ogen heb ik een hele leuke dupe. Ik heb hier de Anastasia Beverly Hills Modern Renaissance Palette. En de dupe is de W7 Delicious Palette. Deze van Anastasia Beverly Hills is 50 euro. En deze van W7 is 8,95. Dat is dus echt een heel groot verschil. Nou, dit zijn dus de twee paletjes naast elkaar. Ik denk dat we allemaal wel met zekerheid kunnen zeggen dat W7 deze echt heeft gekloond van Anastasia Beverly Hills in een goedkopere variant. Ik moet zeggen, zelfs de kwastjes lijken heel erg op elkaar. Aan de ene kant is een soort van fluffy borstel en aan de andere kant een wat plattere fluffy. Nou, meestal gooi ik de kwastjes en paletjes weg, maar ik moet zeggen dat en deze van W7 en deze van Anastasia Beverly Hills best wel goed voelen qua kwaliteit. Dus ik ga ze gewoon allebei gebruiken, want ik denk dat ze wel gewoon fijn zijn. Nou, deze kant wordt mijn dure kant en deze kant wordt mijn betaalbare kant. Ik ga vandaag voor een naturel cut crease make-up look met een beetje een kleurrijke touch eraan. Ik pak eerst deze lichte matte kleur van mijn Anastasia Beverly Hills palette om mijn oog af te poederen. Ik gebruik daarvoor deze kwast van Morphe. Ik zal vandaag ook wat meer vertellen over de kwasten die ik gebruik, maar dat doe ik eigenlijk nooit. Dit is van de Beautiful Bronze Set van Morphe. En ik gebruik de ene kant voor W7 en de andere kant voor mijn Anastasia Beverly Hills. En dan van mijn W7 palet pak ik ook deze kleur. Ik pak eerst deze kleur, Burnt Orange, als transitiekleur. En ik gebruik gewoon het kwastje die in het paletje zit. En ik doe dit iets boven mijn arcadeboog. En ik ga zo van buiten naar binnen. En ik breng altijd het meeste aan de buitenkant en dan vervaag ik het naar binnen. Een verschil is wel dat dit paletje geen namen heeft, maar die kleur die ik net pakte is deze kleur in dit paletje. En ik gebruik ook weer gewoon het kwastje in dat paletje. Nou, allebei aangebracht. Je kunt echt wel zien dat de kleuren heel veel op elkaar lijken. Deze alleen iets gepigmenteerder, dat is het enige verschil. Maar ik vind dit kwastje van W7 eigenlijk fijner dan die andere van Anastasia Beverly Hills. Dan pak ik deze mooie donkere bruine kleur en daarmee ga ik mijn crease iets donkerder maken. Ik gebruik nog steeds dezelfde kwasten. En ik ga nou iets onder die oranje kleur. En ik blend gewoon door totdat die bruine kleur en die oranje kleur mooi in elkaar blenden. Dit kost je altijd wel heel eventjes tijd, maar je komt er wel, je moet gewoon doorgaan. Als je niet lang genoeg doorgaat en niet genoeg blendt, dan ga je heel goed een verschil zien tussen die oranje en die bruine kleur. Dan ga je heel goed zo'n streep zien. En dan pak ik van het W7 paletje ook deze kleur.
Nou, dan ben ik voor nu heel even klaar met de oogschaduwen. Ik pak mijn Catrice concealer en dan ga ik de cut crease maken. Ik doe deze concealer gewoon bij allebei de ogen. En dan pak ik als kwast deze platte kwast van Morphe en die is ook van de Beautiful Bronze Set. Als je een cut crease maakt is het echt belangrijk dat je een hele goede, stevige, synthetische kwast gebruikt. Dan pak ik deze licht roze, rosé-achtige glitterkleur en die doe ik in het begin tot ongeveer tot het midden op mijn cut crease. En ik gebruik daarvoor dezelfde Morphe kwast die ik heb gebruikt om mijn cut crease te maken. De ene kant ga ik gebruiken voor W7 en de andere kant voor Anastasia Beverly Hills. En ik maak de kwast dan af met MAC Fix Plus. En van W7 pak je dan precies dezelfde kleur net als deze. Dan maak ik hem even snel schoon in dit schoonmaakding. Ik heb hem van de AliExpress, maar je kunt deze ook kopen bij Pussy Shop. En dan pak ik deze gouden glitterkleur die eronder zit. En die doe ik op de rest van mijn cut crease. En van W7 pak ik dan ook gewoon deze gouden glitterkleur. Dan pak ik weer deze kleur die ik ook heb gebruikt om mijn ogen af te poederen voor onder mijn wenkbrauw. Daarvoor gebruik ik deze kwast van Morphe, ook van de Beautiful Bronze set. En die kleur plak ik ook van mijn W7 palet. Nou, we zijn voor nu even klaar met dit. Ik ga even neppe wimpers opdoen en eyeliner. Ik heb van beide geen dupes, dus dan ben ik zo weer terug. Oké, ik zei net dat ik neppe wimpers ging opdoen en eyeliner, maar ik heb alleen eyeliner gedaan, want voordat ik neppe wimpers opdoe, doe ik eerst mascara. En van mascara heb ik wel een dupe. Ik was het gewoon helemaal vergeten. Ik heb hier de Bad Girl Bang mascara van Benefit, de mini formaat. En ik heb hier de Essence Lash Princess mascara. Deze twee lijken zoveel op elkaar, alleen de prijs lijkt totaal niet op elkaar. Deze van Benefit is €27,50 als je het normale formaat pakt. En deze is slechts €3,90. Dus dat is echt een heel groot verschil. Nou, dit zijn de applicators naast elkaar. Het is eenzelfde soort type applicator. Alleen die van Essence is een beetje gebogen. En die van Benefit is gewoon recht. Ik vind deze een goede dupe van deze omdat ze hetzelfde effect hebben. Ze maken je wimpers heel lang, heel extreem, heel nep wimperachtig. Dus deze twee lijken echt super veel op elkaar. Vandaar dat ik deze een goede dupe vind. Ik ga eerst die van Benefit hier opdoen. En aan de andere kant Essence. Helaas kun je het bij mij niet goed zien omdat ik gewoon echt hele mini wimpers heb. Nou, dan ga ik wel echt neppe wimpers opdoen. Ik ga neppe wimpers opdoen van Leonita Cosmetics. En het zijn deze. Dit paar heet Heiska. Ik zou echt zeker even op haar Instagram gaan kijken, want ze heeft echt hele mooie wimpers. En ze zijn allemaal heel betaalbaar. Allemaal rond de €13. Dus geen gekke prijzen van €20, €30. Nou, ik ga ze even opdoen en dan ben ik zo terug. Nou, ik heb toch besloten om andere neppe wimpers op te doen. Dit zijn Betty, ook van Leonita Cosmetics. Nou, de wimpers zitten erop. Dan zijn we voor nu even klaar met de ogen. Ik zal even de overeenkomsten en de verschillen vertellen. De overeenkomsten zijn de kleuren. Die lijken gewoon echt heel veel op elkaar. De pigmentatie komt ook zeker in de beurt. Die van Anastasia is nog wel iets gepigmenteerder. Maar deze is ook echt prima gepigmenteerd. De verschillen zijn, de glitterkleuren zijn van de Anastasia veel beter. Ze glitteren echt wel meer. En wat ik beter vind aan de W7 is dat er minder fallout is. Maar al met al is het echt een prima dupe. Maar nu gaan we verder met het gezicht. Ik ga eerst mijn gezicht primen. Ik heb hier de Smashbox Photo Finish Primer en de NYX Photo Loving Primer. Deze van Smashbox is €35 als je het grote formaat pakt. Ik heb het kleine formaat en het kleine formaat is €16,80. De reden dat ik vaak een klein formaat heb is omdat ik zoveel make-up heb dat ik er vaak niet doorheen ga. Het gaat vaak niet op en dan vind ik het zo'n zonde dat er zoveel overblijft. Af en toe pak ik een klein formaat van iets en dan vind ik het zo goed dat het gewoon opgaat. En daarna pak ik wel gewoon het grote formaat. En deze van NYX is €12,60. En deze is zelfs goedkoper dan het kleine formaat van Smashbox. Deze twee lijken op elkaar omdat het allebei een siliconenbom is. Dus als je niet van siliconen primers houdt, zijn dit niet de juiste primers voor jou. Wat deze primers heel goed doen is je huid heel smooth maken. Je poriën worden echt heel veel minder. Ze doen verder niet veel, ze hydrateren niet, ze plakken niet, helemaal niks. Maar als je echt een hele mooie smooth, egale huid hebt, zijn deze echt ideaal voor jou. Dan doe ik weer eerst aan deze kant de Smashbox primer. Ik doe de primer nou gewoon overal, maar dat hoeft absoluut niet. Aangezien dit echt een smoothing primer is, kun je het ook gewoon alleen maar hier gebruiken waar de meeste poriën zitten. En dan doe ik natuurlijk aan deze kant de NYX primer. En dan gewoon met je handen uitblenden. Nou, ik heb ze allebei helemaal uitgeblend. Mijn huid voelt lekker zacht aan. Nou, hier komt een van mijn favoriete dupes. Ik heb deze dupe al wel even. Ik heb ze ook getest. En dit is echt een perfecte dupe. Jullie gaan hier zo blij mee zijn. Ik heb een dupe voor de Estée Lauder Foundation. Ik heb deze in de kleur 3 en 2. En deze kost €48,50. Dat is bijna €50. Deze is heel mat en heel dekkend. En de perfecte dupe hiervoor is echt, jullie gaan het gewoon niet geloven. De Primark My Perfect Color Foundation. Mensen,
Oh mijn god. Ik had al in video's gezien dat deze een goede dupe is voor deze. Hij is maar 6 euro. Dat is echt een heel stuk goedkoper dan deze. Je kunt er echt gelijk 8 van deze kopen voor de prijs van 1 van deze. Ik heb deze in de kleur toffee. Je hebt alleen niet veel kleuren van deze. Dat is wel een nadeel, want je had toffee en de kleur daaronder was weer veel te licht. En toffee is eigenlijk iets te goud voor mij. Maar op zich kan ik er wel mee werken. Hij matcht wel. Terwijl je van deze echt de perfecte kleur hebt voor bijna elke huidskleur. Deze is zo full coverage. Zoveel dekking en hij maakt zo mooi egaal en hij blijft echt de hele dag zitten. Ik had deze nog gisteren op werk. Ik test vaak make-up voordat ik naar werk ga. Dus ik ga vaak naar werk met full glam. Ik werk van 8 tot 6. Dus ik vind dat, ik bedoel van 9 tot 6. Dus ik vind mijn werkdagen ideale dagen om make-up te testen. Want dan kan ik echt zien hoe lang die het volhoudt. Normaal gaat mijn foundation hier een beetje bij mijn neus. Wordt het allemaal een beetje korrelig en lelijk. Maar deze houdt zo goed aan. Dat is echt belachelijk. Ik ga deze echt inslaan. Echt, deze is echt goed. Echt, ga naar Primark voor deze als je echt houdt van een volledige dekking. Nou, ik ga deze aan deze kant opdoen en deze aan deze kant. Ik ga ze allebei opdoen met een beauty blender. En ik doe gewoon zo een pompje op mijn beauty blender. Wat wel een nadeel is aan deze is dat hij geen pompje heeft, dus je moet het steeds zo eruit kleuren. Deze heeft in principe ook geen pompje, maar die heb ik erbij gekocht. Die kun je erbij kopen voor 6 euro of zo, kapot duur. Dit pompje is even duur als deze foundation, dus toch belachelijk. Maar ik ga deze dus gewoon zo op mijn beauty blender kleuren. Nou, ik heb ze allebei opgedaan. Kijk, die dekking is toch allebei volledig. Het enige verschil dat ik zie, ik weet niet of je het ook goed ziet op camera, maar ik zie het hier wel goed. Deze van de Primark is veel gouder dan deze. Deze is meer neutraal. Mijn huidskleur is meer neutraal gelig, niet goud. Dus dat is het enige verschil, maar er is helaas geen neutrale kleur bij die van de Primark. Maar ik vind dat ik hiermee best wel kan werken, aangezien ik ook concealer en zo op doe. Dus ik vind hem echt geweldig. Die van Estée Lauder vind ik ook echt geweldig. Ik vind ze allebei gewoon geweldig. Nou ga ik verder met concealer. Voor mijn high-end kant gebruik ik de Urban Decay All Nighter Concealer. Deze is 25 euro. Ik heb hem in de kleur medium light neutraal. En een goede dupe voor de Urban Decay All Nighter Concealer is de Catrice Liquid Camouflage Concealer. Deze is 3,60 euro. Veel mensen hebben mij al horen praten over deze concealer in mijn video's, hoe blij ik hiermee ben. Het enige waar ik over klaagde was altijd de kleur, want ze hadden maar 3 kleuren of zo en die waren alle 3 super licht. Ik gebruikte altijd 020 light beige, maar er zijn nieuwe kleuren bijgekomen. Dus ik heb nu de kleur 015 honey, die is ook licht, maar een stuk minder licht dan deze. Deze matcht meer mijn huidskleur. Nou, waarom vind ik deze twee zo op elkaar lijken? Omdat ze allebei volledige dekking zijn. De kleuren lijken op elkaar, hoe ze aanbrengen lijkt op elkaar. Ze zijn allebei waterproof, dus ja, er zijn echt bijna geen verschil. Ik vind ze allebei echt geweldig. Wat ik wel een beetje een nadeel vind aan deze van Urban Decay is dat hij een beetje stroef aanbrengt. Hij gaat niet gewoon zo mooi smooth. Maar hij is wel echt heel smooth. De finish is echt heel smooth. Het wordt heel mooi hieronder. Ja, op mijn neus moet ik even, ik weet niet hoe ik 2 op mijn neus kan doen. En dan doe ik hier deze van Catrice. Deze is wel echt minder stroef en is iets meer waterig. Nou, je kunt wel zien, het grootste verschil is de kleur. Deze heb je gewoon niet in veel kleuren. Dat is echt gewoon het nadeel. En deze heb je wel echt in een aantal kleuren. En ik gebruik weer mijn beauty blenders om het uit te blenden. Kijk hoe mooi smooth deze van Urban Decay is. Hij is echt heel mooi. Nou, ik ga heel even snel mijn neus contouren met een NYX Contour Palette. Ik pak deze kleur. Ik heb hier ook een doek van, maar daar kom ik straks op terug als ik mijn gezicht ga contouren. Nou, ik heb even mijn neus gecontoured en ik heb gebaked. Ik heb de Milani Translucent Powder gebruikt in de kleur Light to Medium. Ik heb deze gewoon gedaan bij allebei de kanten, want ja, nog steeds de beste baking powder vind ik gewoon die van Laura Mercier. Ik vind deze ook gewoon goed, maar er is geen echte dupe. Er is niks waarvan ik echt zeg, ja, deze is echt precies hetzelfde als Laura Mercier, maar dan betaalbaarder. Ook deze is niet echt hetzelfde, dus vandaar dat ik dat gewoon even oversla. Wel heb ik een dupe van een goede gezichtspoeder. Ik heb hier de Hello Flawless poeder van Benefit. Deze is 36 euro. En ik heb hem in de kleur Ivory, I Love Me. En een goede dupe van deze is de Essence Brighten Up Banana Powder. Deze is 3 euro. Deze is ook echt super geweldig. Ik weet, het is echt heel extra om nog een poeder te doen nadat je baked. Je hoeft hier niet van tevoren te baken. Je kunt ook gewoon gelijk deze opdoen. Ik heb ook een tutorial op mijn Instagram waar ik een basic make-up look doe. En waar ik ook gewoon deze alleen op doe. Maar je kunt het ook gewoon erop doen om het nog extra licht te maken. En nog extra te verhelderen onder je ogen. Dat doen deze twee allebei identiek perfect.
Met deze twee krijg ik allebei echt hetzelfde resultaat. Het wordt hieronder nog meer smooth en het wordt wat lichter, waardoor je wat meer wakker lijkt en het allemaal wat beter eruit ziet. Dus ik ga deze aan deze kant doen en deze aan deze kant. En ook hiervoor gebruik ik weer mijn Beauty Blenders. Als je hem niet zo dik wilt en caked up op je gezicht, kun je het ook met een poeder aanbrengen en er gewoon licht overheen gaan. Maar ik ga vandaag voor full glam. Ik doe altijd gewoon zo mijn Beauty Blender in. Pak niet te veel, anders wordt het te veel. Dan doe ik dat er nog zo extra op. Kijk hoe mooi lichter het nou wordt. Vooral omdat de concealer van Urban Decay niet per se heel licht is, is het heel mooi als ik dit er nog op doe. Dan pak ik altijd nog het puntje van mijn Beauty Blender en dan doe ik het nog een beetje hier op mijn neus. Waardoor je neus wat smaller lijkt. Dan lijkt het alsof de deel van je neus nog hier bij je huid hoort. En niet je neus is. En dit doe ik dan ook met die van Essence. En dat doe ik er ook gewoon zo op. Deze van Essence is echt een aanrader. Oké, we gaan een beetje van het een naar het ander. Ik stop nou even met mijn gezicht en ik maak even mijn ooglook af. Want ik ben nou in principe klaar onder mijn ogen. Dus ik kan er gewoon wat oogschaduw gaan opdoen. Van mijn Anastasia palet pak ik weer deze donkerbruine kleur die ik ook in mijn transitie had gedaan. En die ga ik onder mijn oog doen. Ik gebruik daarvoor deze smudge brush van Elf Cosmetics. En ik breng het gewoon zo dicht bij mijn wimperrand. Pak absoluut niet te veel. Vooral niet van dit Anastasia paletje. Want de kleuren zijn echt heel gepigmenteerd. En dan wordt het echt al heel snel te veel. En van mijn W7 paletje pak ik ook die kleur. En ik heb geen kwast meer die echt hierop lijkt. Dus ik haal het er weer af met deze spons. En dan pak ik gewoon die kleur. Dan pak ik deze mooie kleur Love Letter. En die ga ik daar over de bruine kleur nog heen doen. Hierdoor komt er nog een beetje kleur in mijn ooglook. En daarvoor gebruik ik deze kwast van BH Cosmetics. Dit is de kwast 105. En dit doe ik gewoon zo helemaal op die bruine kleur. Ik ga gewoon compleet overheen. Ik heb die bruine kleur eronder gedaan om het iets donkerder te maken. Donkerder te maken. Want als ik nou dit zou opdoen zonder die bruine kleur eronder, dan was het gewoon één grote felle kleur en was er geen diepte. En ik breng die kleur ook een beetje door naar mijn eyeliner. En dan pak ik deze kwast van Makeup Addiction en dit is de kwast The Detailer. Zo heet die. En van mijn W7 palet pak ik dan deze kleur. Nou echt, ik zou echt niet weten dat ik deze ooglook heb gemaakt met twee paletjes. Het enige wat het een beetje verraadt is dat die donkerbruine kleur hier wat donkerder is dan hier. Maar echt, that's it. Echt, alle kleuren lijken heel veel op elkaar. Dit W7 paletje is echt zeker een aanrader. Want ik snap dat niet iedereen 50 euro wil betalen aan een Anastasia Beverly Hills paletje. Echt, deze prijzen van die oogschaduw paletjes lopen echt uit de hand. Dus ik snap dat je dat niet wilt betalen. Heb je nou wel wat extra geld om te besteden aan een oogschaduwpaletje, dan is die van Anastasia Beverly Hills zeker een aanrader. De kleuren zijn echt prachtig en je kunt heel veel looks ermee maken. Echt, love deze paletjes. Nou, ik ga even wat zwarte oogpotlood doen in mijn waterlijn. Deze is van Kiko, Lasting Precision in de kleur zwart. Dan ga ik mascara opdoen op mijn onderste wimpers. Aan deze kant die van Benefit weer en aan deze kant die van Essence. En dan ben ik gewoon zo terug. Nou, daar ben ik dan weer. Ogen zijn helemaal af. We gaan dan contouren. Nou, voor mijn dure kant heb ik deze van NYX. Deze is 20 euro. En aan mijn betaalbare kant heb ik deze van Makeup Revolution. Deze is 10 euro. Nou, dat is gewoon de helft van de prijs goedkoper. Hij is wel een stuk kleiner. Deze is een stuk groter. En je doet met allebei heel erg lang. Je hebt totaal niet zo'n groot paletje nodig of zo. Deze gaat ook super lang mee. Deze heb ik al een jaar. En deze twee gebruik ik altijd om te contouren. Ik heb absoluut geen voorkeur. Ik vind ze allebei precies hetzelfde. Ik contour altijd alleen maar bij mijn wangen en mijn neus. Niet bij mijn voorhoofd of bij mijn kaak. Want dat doe ik eigenlijk al met het bronzen. Ik pak deze kleur om aan deze kant te contouren. En je contourt echt precies hier onder je jukbeenderen. Echt onder dat bot dat je hier voelt. Daaronder moet je blijven. Daarvoor gebruikte ik trouwens deze kwast ook van de Beautiful Bronze Set van Morphe. En voor de andere kant gebruik ik deze kwast van Elf Cosmetics. Deze is eigenlijk voor blush, maar ik vind hem veel beter om mee te contouren. En daarvan pak ik precies dezelfde kleur als die van het NYX paletje. Nou, dan ga ik mijn gezicht bronzen. Nou, voor mijn dure kant ga ik de Benefit Hoola bronzer gebruiken. Je hebt hem ook gewoon los, maar ik heb hem in dit setje. Deze kost 35 euro. Heel veel mensen kennen deze vast ook wel. Als je mijn video's ook bekijkt, ik gebruik deze bronzer echt like altijd. Deze is ook echt geschikt voor heel veel huidskleuren. Hieronder is de Benefit Hoola bronzer light. Deze is dus geschikt voor wat lichtere huidskleuren. Deze zijn echt geweldig. En voor mijn betaalbare kant heb ik de NYX matte bronzer in de kleur medium. Deze heb je in drie kleuren, light, medium en deep tan. Ik heb dus gewoon de kleur medium. Deze lijkt ook het meeste op de Benefit Hoola bronzer. Je kunt ze ook hier naast elkaar zien. Die van NYX is alleen iets donkerder. Maar ze zijn allebei mat en ze presteren allebei prima. Ze blenden heel mooi uit en ze zijn gewoon ideaal. Het enige verschil is dat deze Benefit Hoola bronzer geschikt is voor heel veel huidskleuren.
Deze medium is alleen geschikt voor een beetje medium huidskleuren. Maar daarentegen heb je deze in 3 kleuren. Waardoor je gewoon de perfecte kleur hebt voor elke huid. Nou, de Benefit Bronzer ga ik aanbrengen met deze Benefit Bronzer kwast. Die is ideaal daarvoor. En ik breng mijn bronzer altijd aan alsof ik contour. Maar dan niet zo strakke lijn. Ik breng gewoon iets meer aan. Bij mijn voorhoofd breng ik altijd heel erg veel aan. Want ik heb een groot voorhoofd. En als je daar dan veel bronst, lijkt je voorhoofd wat kleiner. En dan nog hier bij mijn kaak. Om de dubbele kin wat minder te maken en je kaak wat strakker te laten lijken. Dus bronzen breng je echt aan in een 3. Af en toe vragen mensen aan mij, ik doe bronzen over mijn hele gezicht. Moet je dus niet doen, dat is niet mooi. Je moet het echt aanbrengen alsof je contourt, zo in een 3. Nou, de NYX bronzer ga ik aanbrengen met deze kwast van de Primark. Ik gebruik altijd of die Benefit kwast of deze kwast om te bronzen. Deze kwast vind ik fijner qua grootte, omdat die wat groter is, dus wat meer aanbrengt tegelijk. Maar qua haartjes vind ik die andere kwast fijner, want die is wat zachter. Ik weet niet of deze nog te koop is bij de Primark, want ik heb hem al wel eventjes, maar ik denk het wel. Ik breng even snel wat bake aan om de contour wat strakker te maken. Nou gaan we verder met blush, dan pak ik weer dit Benefit paletje erbij. En ik ga de California blush opdoen, deze is 35 euro en is echt prachtig. Van al deze blushes gebruik ik deze echt het meeste. Hij is heel mooi roze, maar niet te roze, een beetje peach roze ofzo. Hij is niet mat, hij glanst. En deze brengt gewoon prachtig aan. Een goede dupe van die Benefit blush is deze blush van Milani. Dit is de Berry Amore Baked Blush. En deze is maar 10 euro. Stuk goedkoper en ik gebruik deze eigenlijk vaker dan de California blush. Maar ik wissel ze af en toe gewoon om. Maar deze lijkt er ook echt heel veel op qua kleur. Hij glanst ook. En ze brengen bijna hetzelfde aan. Deze blush kwast die ik net heb gebruikt voor mijn contour ga ik weer even schoonmaken hierin. Want ik heb geen meerdere blush kwasten. Dus ik moet deze weer gebruiken. En daarmee ga ik mijn Benefit California blush aanbrengen. Altijd als ik blush aanbreng doe ik een beetje glimlachen en dan breng ik hem gewoon aan. En dan met mijn Real Techniques kwast, de blush brush, ga ik die van Milani aanbrengen. Nou, ik heb ze allebei op. Echt heel erg mooi. Nou, dan gaan we verder met highlighter. Ik heb de Anastasia Beverly Hills Glow Kit in de kleur Sand Dipped. Deze is 50 euro. Deze heeft 4 kleuren. Deze kleur Summer gebruik ik het meest en ga ik ook vandaag gebruiken. Deze is ideaal voor de wat donkerdere huid. Deze is lichtroze en deze is meer een beetje taupe-achtig. Taupe-achtig. Taupe of taupe, ik weet niet wat het is. Een dupe daarvan is de W7 Strobe Time paletje. En deze is maar 7,95 euro. Een heel groot verschil dus. Nou, je kunt ook zien dat alle 4 de kleuren erg op elkaar lijken. Ik ga Summer gebruiken van de Anastasia palet. Dus dan ga ik deze kleur gebruiken van de W7 palet. Ik gebruik hiervoor de Boozy Shop Highlighter Brush. En dit is de 3100. Met de ene kant doe ik W7 en de andere kant Anastasia. Nou, ik begin eerst met de Anastasia kant. Deze highlighters zijn echt niet normaal gepigmenteerd. Dit is echt mijn favoriete highlighter. Maar ja, het kost je gewoon best wel veel geld. En laten we eerlijk zijn, iedereen heeft maar 1 huidskleur. En deze 4 zijn echt geschikt voor verschillende huidskleuren. Dus deze zul je waarschijnlijk niet gebruiken als je een lichtere huidskleur hebt. Deze waarschijnlijk niet als je een wat donkerdere huidskleur hebt. Dus je betaalt best wel veel geld voor in principe een product waarvan je niet alles gebruikt. Daarvoor is het handig als je dupes hebt. En dan pak ik van dit paletje deze kleur. Dit paletje is maar 8 euro. Dus in principe maakt het dan niet echt uit dat je niet elke kleur gebruikt. Met mijn huidskleur kan ik in principe alle 3 deze kleuren gebruiken. En deze donkere kleur kan ik gebruiken als oogschaduw. Het kleine verschil is dat die van Anastasia iets meer goud is en die van W7 is iets lichter, iets meer richting de wit. Ik ga deze highlighters ook aanbrengen in mijn binnenste ooghoeken. En de Anastasia highlighter ga ik ook doen op mijn neus. Ik kan ze niet echt allebei doen op mijn neus. Maar omdat die van Anastasia dus iets meer richting de goud is, is hij iets geschikter voor mijn huidskleur, waardoor ik dus die heb gekozen voor op mijn neus. Nou, voor mijn lippen heb ik ook een heel mooi kleurtje. Ik heb de MAC lipstick in de kleur Twig. Deze is 20 euro. Dupe hiervan is de NYX Creamy Lipstick in de kleur B52. Deze twee kleuren lijken heel veel op elkaar, alleen is deze van MAC 20 euro. En is deze van NYX 4,75 euro. Ik moet wel echt erbij zeggen, deze zijn alleen een dupe van elkaar qua kleur. Niet qua kwaliteit en structuur. Deze is wat dikker en brengt wat fijner aan. En deze is wat lichter, wat meer creamy. Het is ook een creamy lipstick. En deze voelt meer aan als een balmpje. Dus het is maar waar jij voor gaat. Nou, dit was dan mijn dupe video's. Ik vond het heel leuk om te doen. Ik vind ook dat het echt best wel goed is gelukt. Deze dupes, ik sta hier echt allemaal achter. Deze zijn absoluut je geld waard. De dure producten zijn ook absoluut zeker... misschien niet per se geld waard, want sommige dingen zijn absoluut
echt duur, maar zijn echt ook echt heel erg goed. Nou, vond je de video leuk? Vergeet vooral niet te liken en te abonneren. Laat ook een leuke reactie achter. Laat me weten wat je vond van de video. Wat voor eventuele video's je nog wilt zien. En dan hoop ik jullie snel weer te zien bij mijn volgende video's. Mijn video's komen elke zaterdag en dinsdag om 1 uur. En er komen ook af en toe extra video's. Die komen op donderdag om 1 uur. Doeg!